Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De laatste video van 2016 alweer. En ik heb deze keer een fail video voor jullie. Ik laat de producten van oktober, november en december zien die ik niet fijn vond. Dus als je benieuwd bent naar deze producten, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Alles ligt weer op mijn schaaltje, dus ik ga het een beetje random laten zien. Het eerste product wat ik hier heb, dit is de van Essence. Dit is uit de Little Christmas Factory collectie. Dit zijn de Shimmering Stars. Deze heet Please Hurry Down to Chimney. En dit zijn dus van die parelsterretjes. Oh. Zo zien ze er dus uit. En de bedoeling is dus dat je deze gewoon eigenlijk als een soort highlighter kunt aanbrengen. Alleen ik vond dat er gewoon heel weinig pigment in zat. Dat vond ik echt super jammer, want het pigment was zo minimaal dat ik eigenlijk er maar heel weinig van zag. Met zwartje ging het nog wel, maar op mijn gezicht zag ik er niks van terug. Dus daarom heb ik toch besloten om deze bij de niet-favoriete producten te doen, omdat het gewoon echt heel tegenviel. Ik moet wel zeggen dat ik de verpakking er dan wel weer heel erg leuk uit vind zien. Maar ja, het gaat toch om het product wat erin zit en daar was ik gewoon niet enthousiast over. Ook uit de Little Christmas Factory collectie heb ik dit contouring paletten. Deze heeft de naam Elf Yourself. En ik moet zeggen, hij ziet er wel super leuk uit. Hij heeft echt wel een heel erg leuk patroon gekregen. Alleen ook weer het pigment. De highlighter die vond ik op zich nog wel te doen. Alleen de bronzing die was veel te licht. Kwam heel weinig pigment vanaf. Je zag hem bijna niet terug op mijn gezicht. Vond ik echt heel erg jammer. Want ik hou wel heel erg van contourpaletten. Alleen ja, deze vond ik helaas gewoon niet zo geschikt. En dat is toch jammer. Omdat het er wel heel erg leuk uitziet. Maar helaas toch een fel product voor mij. Het laatste product uit de Little Christmas Factory, dat is deze lip tint. En ik ga even kijken. Deze heeft de naam All I Want for Christmas is You gekregen. En zoals je kunt zien, is het eigenlijk, lijkt het heel erg op nagellak. Dat kan ik je ook heel goed laten zien. Kijk, heeft gewoon een kwastje. Nou, daar ben ik op zich al niet zo'n heel erg fan van. Want dat kwastje dat kribbelde onwijs aan mijn lippen toen ik het aanbracht. En ten tweede, het product werd zo gigantisch droog op mijn lippen dat ik het gewoon niet fijn vond om te dragen. Er kwam best wel een hele lichte kleur vanaf. Het was niet dat je denkt van wow, dat is echt heel kleurrijk. Maar het is gewoon zo jammer dat het product uitdroogt, waardoor het gewoon niet prettig aanvoelde op mijn lippen. Dus vandaar dat ik er toch niet zo heel enthousiast over ben. Dan heb ik een product uit de limited editie van Catrice uit de Victorian Putri collectie. Dat is deze powder liner. Dit is een grijze eyeliner eigenlijk. Hij is mat. Je kunt hier dus eyeliner mee aanbrengen. Alleen, ik ga het even laten zien. Even heel voorzichtig of alles onder de poeder zit. Het heeft zo'n applicator. Het is heel zacht. En hier wordt de poeder dus op aangebracht. Er zijn wat kinderen buiten aan het spelen. Ik hoop niet dat jullie er last van hebben. Maar die zijn dus aan het gillen. Dus dat is wat je op de achtergrond hoort. Ja, zo'n poeder na het aanbrengen zag het er in het eerste op zich best wel oké uit. Maar ik vond hem wel vrij licht. Alleen het vervaagt heel snel. Omdat het toch een poeder is en een eyeliner. Die kun je toch wel gewoon het beste zetten met een stift of een vloeibare eyeliner. Dus ik vond dit, nee, ik vond deze gewoon een stuk minder doordat hij snel vervaagt. De kleur was niet heel diep intens en nee, dit vond ik wel een beetje een gemiste kans. Dan heb ik van de HEMA het Double Wear Waterproof Eye Pencil. Dat is deze. Deze heb je in verschillende kleuren. En dit ziet er dus zo uit. Het is eigenlijk een 2-in-1 product. Je kunt hem hier zo omhoog, nee, deze kun je niet omhoog draaien. Oké, je kunt hem dus niet omhoog draaien, maar zo ziet hij er dus uit. Je kunt hem gebruiken zowel als oogschaduw als eyeliner. Nou, als oogschaduw vind ik hem sowieso veel te donker, want ja, wil ik echt zwarte oogschaduw gaan dragen? Nou, dat moet wel een hele bijzondere
zonder een reden voor zijn. Dus ik koos hem om te gebruiken als eyeliner. Helaas is hij niet super intens zwart, dus je bleef een beetje witte lijntjes zien. Ook het aanbrengen vond ik iets minder prettig, omdat de punt vrij dik is. Dus je kunt er niet echt hele mooie dunne lijntjes mee zetten. Ik denk ook gewoon dat het heel erg wennen is, omdat dit toch best wel een... Ja, het is toch wel best wel een vettige substantie, deze. En als eyeliner vond ik het dan ook niet echt heel erg geweldig. Ik geloof gewoon niet dat dit echt misschien een product is waar ik heel enthousiast van word. Dus nee, deze is het voor mij ook net niet. Dan heb ik van Catrice de Highlighting Eyeshadow, deze. Dit is een mono oogschaduw. Deze heeft de naam 030 1001 Golden Nights. Nou, dus dan zal je ook denken, hij is ook gewoon echt goud. Nou, hij ziet er ook best wel goud uit als je hem zo ziet. Alleen toen ik hem ging swatchen, zag ik niks gouds erin terug. Het werd gewoon eigenlijk meer zilver-witachtig dan dat het goud was. Dat vond ik echt super jammer. Dus dat pigment, dat vond ik echt dan, ja, een gemiste kans. En misschien hoort het zo, maar noem hem dan niet iets met goud. Want ik verwacht nu gewoon dat de gouden kleur van afkomt. Dat deed hij dus niet. En ook vond ik hem als oogschaduw echt te gebruiken, vind ik het een beetje te veel glitter. Het is een beetje te opvallend. Ik vind hem dan wel weer heel fijn om hem te gebruiken eigenlijk als voor de binnenste ooghoeken en het wenkbrauwbot. Als je net een palet hebt waar bijvoorbeeld geen highlighter in zit, vind ik dit wel een goede keuze. Maar als oogschaduw vind ik hem geen goede keuze. En daarom zit hij toch bij de felproducten, omdat hij, ja, omdat het toch eigenlijk een oogschaduw is en die daarvoor bedoeld is. Van de Action heb ik de Fat Lash Fiber Mascara van het merk Fashion Professional. Als je mij al langer volgt, weet je dat ik daar vaak producten van test. En dit is zo'n 2-in-1 mascara. Nou, ga ik even kijken hoe dat... Oh, dan heb ik de verkeerde kant. De ene kant heb je een witte. Die breng je als eerste aan, zodat je wimpers al wat langer zouden worden. En dan laat je die even opdrogen. En dan heb je stap 2, die zit dus aan de andere kant. En dit is dan een... ja, zwarte mascara die je er overheen aanbrengt. Alleen vind ik het heel erg jammer dat je wimpers eigenlijk al vrij hard worden van de witte mascara. Dus om er daarna nog de zwarte mascara overheen aan te gaan brengen wordt best wel lastig. Dan is het ook nog de kunst om hem goed dekkend te krijgen. Wat dan ook al moeilijk wordt doordat je wimpers dus al zo hard zijn. Dat vond ik gewoon geen goede combinatie. Ook vond ik, ja... Je kreeg er ook niet echt een vals lashmascara voor, of effect van. Ik had niet echt zo'n idee van, wow, dit is echt geweldig. Dus ik werd hier toch niet zo blij van. Misschien zijn het gewoon ook niet zulke hele goede producten, die 2-in-1 producten. Ik vind het leuk geprobeerd, maar voor mij was het in ieder geval geen succes. Dan heb ik van Essence de Eyebrow Thickener uit de Me and My Umbrella collectie. Dat was ook een limited editie overigens. Even kijken hoor. Er zitten balletjes in. Waarom dat is? Ik denk vanwege de applicator. De naam van deze is... Walking on the Rainbow. Nou, dit is ook weer zo'n applicator. Met zo'n sponsapplicator. Dus eigenlijk in feite is dit ook weer zo'n poeder. Ik vond de dekking heel erg tegenvallen. Ik vind poeder echt heel erg fijn normaal voor mijn wenkbrauwen. Maar het moet dan wel weer liever een poeder zijn die je gewoon los in een doosje hebt zitten. Die je gewoon goed kunt aanbrengen. En bij deze kwam er gewoon te weinig pigment vanaf om echt je wenkbrauwen mooi dekkend te krijgen. Je hield heel veel witte lichte plekjes erin. Ja, dat vind ik dan toch heel erg jammer, want dat is dus niet de bedoeling als jij je wenkbrauwen inkleurt. Dus dat, nee, deze die deed dat helaas niet zo goed. Ook uit de Me and My Umbrella collectie heb ik deze matte oogschaduw. Dit is de Be Your Own Rainbow. Hoewel het echt het doosje er super leuk uitziet, vind ik, met die, met toch een beetje dat herfsteffect erop.
Wat dit, is dit de oogschaduw? Zoals je ziet is die wit. Je zag hem wel terug op mijn ogen, maar ik had nou niet zoiets van... Wauw, dit is echt een top oogschaduw. Nee, de kleur bleef vrij licht. Het heeft niet heel veel pigment. Dus dit zou ook weer meer zo'n oogschaduw zijn die ik zeker aan de binnenkant van mijn ooghoeken zou gebruiken. Of op het wenkbrauwbod. Maar als oogschaduw vind ik het toch niet zo geschikt helaas. Ook deze kwast wilde ik jullie niet onthouden. Deze komt ook uit de Me and My Umbrella collectie. En hij is zo uberzacht dat je eigenlijk heel weinig poeder ermee kunt opnemen. En als je dat dan op je gezicht wilde aanbrengen, zag je dat gewoon haast niet terug. Dus ik vond het helaas ook niet zo'n heel fijn product. Dus nee, ook dit is een vuil product. Dan heb ik van W7 deze Bronzing Pearls. En dit zijn dus... Is eigenlijk gewoon een bronzer in parelvorm. Nou, dat wordt weer zo'n leuk klusje om dat te gaan laten zien. Dat ziet er dan zo uit. Ja. Nou, als ik hier met mijn kwast doorheen ga, komt er eigenlijk heel erg weinig product van af. Je ziet bijna niet dat dat de poeder wordt opgenomen van de parels. Je moet heel lang er doorheen gaan, wil je een beetje poeder op je kwast krijgen... Ja, en als je dan ook nog een beetje mooi wil contouren en je bent dan echt al super lang bezig om bronzer op je kwast te krijgen, dan ja, valt het voor mij al heel snel tegen. Het pigment wat er afkwam was ook gewoon niet zo heel goed. Dus nee, ik vond ook deze niet zo heel erg fijn helaas. Dan heb ik uit de Essence Limited Editie Midnight Masquerade deze 2-in-1 Intensive Basing and Smoky Kajal. En dit is ook weer zo'n potlood. Deze kun je overigens wel omhoog draaien. Ja, volgens mij kun je hem gewoon gebruiken ook weer als oogschaduw. Vind ik hem veel te donker voor. Ik heb hem ook gebruikt als eyeliner. Dat was ook geen succes, want het is gewoon te zacht, de structuur van de punt. Eigenlijk vond ik hem alleen maar fijn op mijn waterrand. En... Ja, hij belooft een heel intensief effect, maar dat zie je gewoon niet terug. En dat is heel erg jammer. Dus daarom heb ik hem toch bij de vuilproducten gedaan, omdat het gewoon niet zo intensief was. Dan heb ik ook nog uit die collectie van Midnight Masquerade de Duo Ombre Lipstick. En die ziet er zo uit. Dit is de Bloody Marry Me. Ja, ik zal het eventjes heel kort laten zien. De bedoeling is dat je... Je lippen zwart omlijnt met deze liner. Nou is dat voor mijzelf echt wel een beetje heel intensief. Omdat ik dat eigenlijk nooit doe. Ik ben niet zo van de zwarte lipproducten zeg maar. En als je dat dus hebt gedaan dan breng je de... Ja. Stick aan. Het is wel mat overigens. Maar de kleuren zijn zo donker bij elkaar dat je echt een beetje een creepy effect kreeg. Ik kwam mensen tegen en die zeiden tegen mij: haal alsjeblieft dat spul van je lippen, want het ziet er niet uit. En toen dacht ik wel van ja, ik denk het is toch wel een beetje te intensief. Als je het hier zo ziet, ziet het er op zich nog best wel mooi uit, vind ik op het plaatje. Maar nee, ik vond hem zo intensief dat ik echt dacht van dit is niet... Passend bij mij. Ik vond het een beetje een Dracula effect. Nee, ik vond het een beetje spooky en nee, niks voor mij in ieder geval. Dan ben ik alweer bij het laatste product gekomen van deze velvideo. En deze is ook van Essence. Dit is de I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Dat is deze. Je hebt twee oogschaduwbasissen van Essence in het assortiment. Je hebt een gewone oogschaduwbasis. En dit is degene die de kleur intensiever zou maken. Ik had er best wel hoge verwachtingen van. Ik dacht echt van nou, als je nou dus eigenlijk een oogschaduw hebt die heel licht gaat zijn. Die, als je dan deze oogschaduwbasis eronder gaat gebruiken, dan zal die echt een wauw effect gaan geven. Dat die ineens veel sprankelender wordt.
Nou, niks is minder waar, want ik zag helemaal geen verschil. Ik zag echt niet dat de oogschaduw feller werd, intensiever, helemaal noppes nada, niks. Dat vond ik echt heel erg jammer. Catrice heeft het ook al geprobeerd met zo'n oogschaduwbasis. Die was het ook niet. Nou, en deze van Essence is het dus ook niet. Want als oogschaduwbasis werkt die verder prima. Houdt je oogschaduw op zijn plek. Maar ja, als je echt hoopt op dat intensieve kleureffect wat je gaat krijgen bij een oogschaduw, dan moet ik je teleurstellen, want dat doet hij dus echt niet. Dus daarom is dit toch wel een fel product. Omdat hij niet belooft wat hij doet. Omdat hij iets belooft wat hij niet doet. Zo moet ik het zeggen. Dan was dit alweer mijn laatste video van 2016. Mijn laatste velvideo van 2016. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk tot de conclusie kwam dat er heel veel Essence producten in zaten. Ja, dat komt gewoon omdat ik heel veel van dat merk ook gewoon probeer. Catrice ook wel, maar dit keer was het gewoon echt een bonk met Essence producten. Ik hoop dat je het ondanks de vele Essence producten toch een leuke video vond. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, abonneer je dan even gratis. Vond je deze video leuk, doe dan even een duimpje omhoog. En dan wil ik eigenlijk nu zeggen alvast een hele fijne jaarwisseling voor iedereen. Doe voorzichtig met het vuurwerk als je het gaat afsteken. En ja, dan zie ik jullie gewoon weer in het nieuwe jaar in 2017. Bedankt voor het kijken. Doei!